Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Nou, ik moet zeggen, ik ben in een fucking goed humeur. Arsenal heeft gisteren gewonnen. Het was de derde wedstrijd onder Arteta. Het was de derde keer dat het leuk was om te zien. Nu ook het gewenste resultaat, 2-0 tegen United. En het hele team was fucking sick. Het is fantastisch om te kunnen zeggen. Het is lang geleden dat ik dat heb kunnen zeggen. En ik ben gewoon in een heel goede bui. Dank jullie wel voor de ontzettend goede support, de video van gisteren. Heel erg goed ontvangen tot nu toe. Super fijn om te zien dat mensen ook heel echt meededen in de comments. In de zin van gokken weer krijgen en dan daarna kijken of je het goed had. Heel veel mensen waren daar eerlijk in, dat waardeer ik. Een duimpje omhoog op deze video zou enorm gewaardeerd worden. Als deze video ook weer de 1000 likes haalt binnen 24 uur, hebben we op vrijdag ook weer een video. We hebben 14 dingen verkocht. Niks heel bijzonders. Vooral wat dingen die gewoon iets van waarde hadden, Haaland. Hij heeft een Discord waarde van 10.5. Hij verkocht voor 14. Ik dacht, mooi meegenomen. Memphis 5.4. 10.75 voor Rashford. Niet heel veel geks. Echt totaal niet. Gewoon wat dingen die verkochten. Helemaal niet bijzonder. Vooral 5.4 van Mandy, weet je. Dat is gewoon zoiets, dat neem je mee. Nou, normaal gesproken zou ik op donderdag, want dat is het nu natuurlijk, zou je zeg maar je Weekend League Rewards en Div Rivals claimen. Nou, Div Rivals kunnen en gaan we claimen. We nemen natuurlijk een tradable packs. Laat me weten, oprecht in de comments. Ik weet dat jullie op dit punt nog kijken. Ik waardeer dat. De reden trouwens, sorry, ik weet dat heel veel mensen het irritant vinden als ik zeg als je op dit punt nog kijkt. Maar dat komt omdat de gemiddelde watchtime van een video ligt vaak rond de 5 minuten. Dus je weet nooit op het eind. Maar goed, dit claimen we in ieder geval. Dit bewaren we voor volgende week. Player picks zijn er niet. Nu, het is een beetje weird. We waren natuurlijk gestopt bij 19.5, zoals we hadden gezegd. Maar de player picks zijn nog niet. Ze waren geglitched, als het ware. Ik werd zeg maar wakker rond 11. Ik kijk op Twitter. Normaal gesproken vraag ik jullie hoe je rewards waren. Alleen, de player picks waren nu broken. Dus in plaats van de rode informs van de Team of the Week, zoals het er nu is, krijg je rare golds. Dus sommige mensen werden meegereden. Sommigen hadden geluk. Ik zag een kaartje die Ramos had eruit. En dat is nice. Maar we krijgen dus hopelijk later vanavond onze player picks. En dat zien jullie dan in de video van morgen, waarin we dan ook Weekend League gaan doen. Ik moet één van de volgende drie hebben. Waar staat hij? CDB heb ik vrede mee. Trent heb ik vrede mee. En Doherty. Maar die drie. Ik heb alleen nog een rechtsback nodig. That's all. Trent wil ik zo ziek graag. Hij is zo ziek om te zien spelen IRL. Hij is fucking goed. En ik vind het nice om hem te zien. Martial zou ik natuurlijk heel graag willen. Aguero ook. Kante ook. Eriksen is prima. Van de bank verder niemand. Dus ja, nou, dat is hoe het is. Maar we hebben nog meer packs om te claimen. Ik wil zoveel mogelijk hebben voor volgende week. Niet dat we iets gaan packen. Maar in ieder geval de kans creëren voor onszelf dat we iets gaan packen. Dus heb ik voor de verandering de marquee matchups gedaan. Nou, het wordt interessant om te zien wat er om 7 uur gaat gebeuren. Want heel veel SBC's lopen natuurlijk af. Dus wordt het kijken van hoe en wat. Nou, om een beetje mee rekening te houden met jullie, heb ik geprobeerd wat efficiënter te zijn. Is het goede woordkeuze, hoop ik. Voor de marquee matchup, dus probeer het zo dicht mogelijk tegen de rating aan te zitten. Niet te veel golds gebruiken als het niet nodig is. Dit zijn niet de beste packs. Ik bedoel, small, rare, mixed is niet heel goed. En ook de rest geloof ik niet. Ja, hier premium electric players pack, rare mixed players pack, gold players pack. Het is een minimale kans dat je iets krijgt, weet je. Maar elk klein beetje kans dat we kunnen toevoegen aan onze algemene kant is gewoon erg nice. Wat minder nice is elke keer je zin half opnieuw moeten zeggen, omdat je loopt te hoesten. Dat is minder ideaal. Deze hebben we ook kunnen doen. Dat is natuurlijk allemaal Premier League wedstrijden, want er was bijna niks anders afgelopen week. Dus dit leveren in Premium Electrum. Het zijn goede marquee matchups. Je hoeft er vaak niet veel. De kans is groot dat als je genoeg FIFA speelt, of in ieder geval met een bepaalde regelmaat, dan is de kans erg groot dat je het meeste hiervoor gewoon niet hoeft te kopen. Nou, we gaan ook een draft maken in deze video. Vooral omdat ik wel gewoon wil blijven oefenen deze week. Ik moet beter worden. Raul is natuurlijk fucking goed. Wij moeten ook een hoger niveau halen. Gewoon omdat ik het jullie gun, weet je. Het is fijn, nou kan ik me voorstellen om goede gameplay te zien. En dat is ook waar we voor gaan. Je ziet mijn team. Het staat nagenoeg klaar. All we need is een rechtsback. Het is het enige. Want ik heb geen echte rechtsbacks meer. Ik heb een Babu en dat kan. Maar we hebben niet echt een Prem of Franse rechtsbacks. Dus dat is een beetje een probleem. We kunnen Trippier doen en dan staat Sissoko op 7 cam, zeg maar, als ik hem omdraai met Ferdinand. We kunnen een Babu doen en dan staan ze wel high als Sissoko niet op full cam. Dat kan, maar als het niet hoeft, dan doe ik dat niet, zeg maar. Dan krijg je het zo. En dat is prima op papier, maar je hebt liever iedereen op full cam als het kan. Nou, we gaan dus ook een draft maken. Zoals ik zei, gewoon omdat ik hopelijk wat nieuwe spelers kan uitproberen. En omdat ik drafts maken gewoon wel nice vind. We hebben 1.952k. 4 en 2 en 2 wide is misschien slimmer, omdat je veel wingers krijgt. Alleen, ik ben beter met de 4 en 2 en 2, wil ik zeggen.
Dus ja, hey, ik moet mijn boy nemen, toch? Ik bedoel, je neemt Bergkamp of je neemt hem niet. Nou, er zijn ook mensen die vragen waarom ik vaak als eerst met de bank begin. Is dan weet ik in ieder geval wat ik heb en dan kan ik mijn basis zich een beetje omheen bouwen. Dat kan je ook zeggen als je met de basis begint, maar, you know, whatever. Ik ga hier Nainggolan nemen, want ik weet dat ik hem sowieso kan gebruiken als wissel als CM. Kijk, zie je... Ik neem wel Crespo. Ik wil zeggen Overmars, 5-star weak foot, maar die kan niet de full game in de basis. Is dit Glenn Whelan? Jesus. Oh mijn god, die is afgetakeld. Anyway, we nemen Jalais wel. Het zijn allemaal waardeloze silvers natuurlijk. Wie neem je hier? De keeper is een goede keuze, maar je moet Neymar nemen, denk ik. Ik denk oprecht dat ik voor Fernandinho ga. Het lijkt mij oprecht de betere keuze. En dan... Het is allemaal niet echt om over na te schrijven, dus dan maar Sergi. Ik heb verdedigers nodig. En snel, want dit is... Dit is niet om over naar huis te schrijven. Zeg maar, dit is echt heel tragisch. Koopmeiners, hey, fair play. Hij scoort veel penalties. Ik kijk niet heel veel AZ, sorry. Dus vergeef het me alsjeblieft. God, dit is... Helpt allemaal niet heel erg mee. Ik heb wat La Liga, maar... We nemen Bernard wel. In de hoop dat dat werkt. Oké. Hier moeten we slim spelen. We hebben Fernandinho, dus we kunnen zeggen Walker en dan kunnen we zo center-mid-rechtsback combo hebben. Maar gaat dat werken? Ik weet het niet. Hopelijk ga ik hier geen spijt van krijgen, maar ik neem Walker. Gewoon omdat ik het gevoel heb dat ik anders genaaid word op rechtsback. Ik kan ook gewoon beter niks zeggen voortaan. Dat is misschien ook gewoon slimmer. Gewoon mijn bek houden. Ja, wat nu? Ja, wel Umtiti. Doen we gewoon Umtiti, joh. Fuck it, waarom niet? Kan toch niks meer verliezen. Te Stegen is super. Die moeten we gelijk hebben. Oké. De fundering ligt er. Schmeichel krijgen we nu. Oh, ik wil zeggen, we krijgen waarschijnlijk Schmeichel. Maar dat is niet zo. Oké. Centerbacks. Icon centerback zou huge zijn. Prima, krijgen we hem weer. Ik wilde vooral zeggen, dan kan ik een keer een Baresi of zo weer een kans geven. In de hoop dat ik erachter kom dat hij misschien goed is. Geen van hen is echt goed. Dus we gaan voor chemistry style. Dan moet ik zo even checken hoe die glitch werkt. Ik wil Alba. Ik wil gewoon Jordi Alba. Het is niet heel diep. Kom op. Maar dit maakt niet uit, though. Dus rechtsback voor de camstyle dan? Is dat nog steeds een ding? Icon-spelers nog. Is wat ik gewoon wil. Of Ronaldo. Ik weet dat hij hongerig is. Ik weet het. Ik lees de geruchten. Ik kijk de video's. Maar ik heb toch liever Ronaldo, weet je wel. Het is gewoon iets wat je moet doen. Dit is... Overduidelijk wil ik een van hen twee kiezen. Overduidelijk. Maar ik... Een snellere versie van Aguero is toch wel op een bepaalde manier handig om te hebben. Oké. Wie moet ik hier dan nemen? Gewacht, gezien de andere kant van mijn team. Ik neem Pjanic voor die Ronaldo link. 100%. Tenzij we hier een Portugees... Ja, dat zie je wel. Dat zeg ik al niet. Oké, what to do. Gezien de chemistry stijl, Alan? Is dat een ding? Ik weet het niet. Maar we nemen wel Alan. Please, ik heb hier een icon nodig. Voor sommige mensen is Donnie een icon. Daar niet van. Ik ga dit proberen uit mijn hoofd te doen en hoop dat ik het zo meteen goed heb. We nemen Donnie, trouwens. Oké. Wat ik me herinner, wat Raul deed, en ik ga dit nu proberen, is spelers zetten. Dus bijvoorbeeld... Als ik iemand op het eind met speel wil hebben, dan moet ik die speler zetten op de plek waar nu Bergkamp staat. We gaan het proberen. Oké, ik denk dat dit nu goed staat dan, qua wat ik op bepaalde spelers wil hebben. Ik denk dat dit wel prima is. Oké. Wat ik dan nu moet doen als het goed is, is mijn manager kiezen en de animatie helemaal uit laten rollen kennelijk. Dat is de manier. Ronaldo gaat spelen, maar dat zou de enige zijn die een boost krijgt. Een paar man voor La Liga is prima. Een paar Fransen hebben we niks echt aan. Weer Portugees. En een Argentijn, wat alleen Crespo en Aguero zou zijn. Ik denk dan deze La Liga, man. Dus dan dit. Helemaal afkijken. Zorgen dat dit helemaal goed is. Oké, nu dit dan als het goed is. Dit zo laten lopen. Dan uitfut.
Dat gaan we dan testen of dat klopt. We gaan dit helemaal live doen. Hè? We gaan zorgen dat dit helemaal klopt. Dat jullie dit ook op orde hebben. En dat jullie kunnen zien van, hey, dit is de way we dat doen. Uitfut, dan weer infut. En als het goed is, heb ik het goed gedaan. En zo niet, dan is dat niet de manier om het te doen. Dan wist ik het duidelijk niet uit mijn hoofd. Kom op, please zeg dat ik het goed heb. Het zou zo fijn zijn als ik het in één keer goed heb. Kom op. Wacht, volgens mij heb ik het goed. Yes, ik heb het goed. Yes, kijk maar. Umtiti heeft schaduw, waar Alan stond. Ter Stegen heeft muur. Hij heeft anker. Hij heeft marks, wat betekent dat mijn Aguero jager heeft. Top, goed gedaan. Oké, we kunnen er 188 draft van maken op deze manier. Met de bank goed gezet en al. Ik denk dat wissels die we gelijk gaan maken, is, ik denk Raja er gelijk in. Donny kan erin. Al is Donny erin geen must. Ik denk wel Neymar voor Crespo. En dat is puur omdat, weet je, Bergkamp op 10 is de keuze, dat is de juiste. Ronaldo spits is awesome, maar twee spitsen die allebei iets moeizamer bewegen, dat is niet echt waar ik voor ga. Dus we hebben een redelijk goede draft. Ik ga even de tactics en zo doen en dan, dan denk ik dat ik het hier even bij laat voor nu. Het is nadeel dat EA ons heeft genaaid met de player picks en dergelijke. We hebben wat extra rewards, we hebben ook een draftje. Als jullie willen dat ik draft gameplay live toe, laat me dat dan weten. Ik heb het gevoel dat dat niet echt een ding is. In ieder geval niet bij mij. Maar als mensen dat willen zien, dan kan dat natuurlijk. Bij 115.000 abonnees gaan we sowieso weekly livestreamen op YouTube. Dat is een belofte. Zoals ik die gemaakt heb een tijdje geleden al. We zitten nu op 112.186 of zo. Zoiets. 112.186 gewoon. Dus dat gaat redelijk. Dat gaat mooi op schema. Dus als jullie willen dat we dat eerder doen, laat me dat dan weten via een abonnee. En dan zie ik jullie later. Doei!